Urbex. Dames en heren, welkom bij deze gloednieuwe video van Urbex Birds. Vandaag gaan wij naar een oude Tweede Wereldoorlog tunnel. En we gaan er doorheen lopen. Ik heb gehoord dat er allemaal gaten in zijn. Dat die wel 2 kilometer doorloopt. Dat die uitkomt bij een of ander mooi fort. En die willen we heel graag ook zien. Er zei ook iemand, je moet niet met z'n allen je zaklamp gebruiken. Want je hebt echt allemaal je zaklamp nodig. Want als je halverwege je zaklamp niet meer hebt allemaal, dan ben je fucked. Dus ja, we gaan het proberen en we gaan kijken. En ik ben heel benieuwd. We gaan jullie meenemen en we gaan naar binnen. Let's go. Nee, je schuift. Nee, dat doe ik. Je draait. Je moet schuiven. Hij wordt nu rustig groter. Nee. Kijk maar, hij wordt echt groter. Let nou op, geloof me. Dit is beter, listen. Kijk hoe goed. Geef hem eens even een handpick, laat hem het doen. Je ziet het? Ja, kijk, nou. Succes, man. Ja, dankjewel. Fijne dag. Helemaal een plezier. Dankjewel. We gaan helemaal gek. Gaf hier al. Nou. Hey joh. Voor de gaten. Voor de plompen. Voor de gaten. Kijk wel die stenen dan. Moet je eens even kijken dan. Oeh. Ja man. Wel gek. Hier zit een kamer. Oh, gek! Nou ja, daar zit niks. Daar gaan we niet heen. Want we moeten nog 2 kilometer lopen, jongens. Nou, maar welke kant dan? Pak allemaal flesjes. Het is ook wel zo koud hier, joh. Pad gaan we nemen. Het is koud hier, hè? Het is ijskoud. Het is echt ijskoud. Maar het is op zich wel lekker. Nou. Zometeen is het warm als je buiten komt. 2 kilometer door die tunnel, gek. En goed let op gaat, jongens, lopen. Maar jongens, vandaag zijn we hier dus voor jullie. Voor dit nieuwe kanaal. En we gaan allemaal gekke gebouwen voor jullie precies. En er gaat nog veel meer gekke dingen aankomen. Dit is pas het begin. Dit is pas het begin van die theorie. Moet je eens even kijken. En kijk, als je nu naar de achterkant filmt, zie je nog maar een heel klein gaatje. Ja, man. Moet je kijken hoe groot dit is. Ja, zet maar even die bak. Kijk, er zijn 4 van deze gangen. Maar we gaan gewoon helemaal rechtdoor, zodat we weer helemaal rechtdoor terug kunnen. We zijn nou wel echt al heel ver. Er ligt ook een kleedje. Hier, ga je vanavond slapen of niet dan? Ik hoop het niet. Ik hoop dat we gaan terugkomen. Mooi gekke shit hier. Die mensen die gingen ook weer terug, die grote kerels die dachten, nou, laat maar. Kijk, hier zit ook een gat. Ja, gek, zit gewoon zo. Maar ik begin wel echt gewoon te trillen van de kou, man. Ja. Daar ga ik niet doorheen, pik. Ze houdt van Rolex, ze houdt van Patek, ze wil me niet, maar ik ben alleen. Snelle jongen! Ze pakt een kleren, even vast. Of ik koop een nieuwe pad, dat ben ik niet eens op me. Ze alleen maar rijden. Je weet het, je weet het, je loopt er dan. Zet die wakker in die vibrator. Zet die shit hier gewoon, bro. Zet even die spitsen. Maar dat is wel echt koud. Wow, gek, dat is een heel lijntje, daar hangen mensen. Dat is een trap, maak het stuk. Kijk of er een bom afgaat. Nee, Pink, dat is niet goed hoor. Dat is een trap, man. Dat is een trap. Laten we doorgaan.
Kijk eens terug. Holy shit. Kijk hoe klein dat gaatje daar nog is. Die tunnel had een pik. Ik dacht dat die bocht die andere kant op ging. Kijk, want die boel gaat gewoon die kant op. Ja, mijn bro. We zijn echt ver. Wij zijn het allergekste. Hé, hey, er ligt iets, Pik. Er ligt iets. Maar ik hoop niet dat het echt 2 kilometer is. Nu wel, Pik, sowieso. Let's go, buddy. Hé, kamertje. Schuil even, Pik, schuil even. FBI, open op. Zeg ze. Go. Hè? Huh? Zal ik even rennen dan? Ga even rennen. Doe dan. Succes. 3, 2, 6. Start. Ja! Ik zie licht. Ik zie licht. Ik zag licht. Ik zag licht. We hebben mensen gevonden binnen in de tunnel. Daar is een lampje. Yusu, broer, Yusu. Ja. Dames en heren, we zijn nu bij het fort aangekomen, denk ik. We zijn een soort tunnel tegengekomen. We hebben 2 kilometer in deze tunnel gelopen. En we gaan kijken wat er achter deze deur zit. Dus komen jullie maar lekker met ons mee. En tijdens het lopen hebben we gezien dat er best wel veel is ingestort hier. Er liggen best wel veel stenen ook op de grond. En hier. What the fuck? Moet je kijken dan? Dit is echt abnormaal. Dit heb ik nog nooit gezien in mijn hele leven. Moet je eens even kijken dan. Wat een opening daar. En als het goed is, staat hier nog een verrassing voor ons te wachten. Dat horen we van de mensen die voor waren aan de andere kant van de tunnel. Zo, wat klim ook hier. En die zeiden dat daar ook nog een fort zit of een kasteel of wat het ook is. En daar gaan we dus nu proberen achter te komen. En we moeten hier nog behoorlijk geklimmen ook. We kunnen beter aan de andere kant eruit. What the fuck is dit? We kunnen daar naar buiten toch, aan die andere kant? Kunnen we hier eruit? Niet heel prima. Hoi yo. Wat? Dit is een hele put. We kunnen er niet uit. Nee. We gaan naar beneden, dat is geen optie. Maar ik heb niet zo'n grip met mijn schoenen. Dus ik denk dat ik zo vol met mijn hoofd op die steen zit. Dus dan proberen we even rustig voorbij te komen. En het gaat me goed af. Oké. Zeker. Puk, ik ken je. Kijk, mondenpik op mijn thee. Daar gaan we. En we zijn er weer. We zijn weer bij de poort. We zijn eruit. En toen zagen wij dat wij hier ook nog naar rechts toe konden. Ja. Godverdomme. Hier, even kijken. Laten we eens even hier. En dan heb je hier ook nog wat geks. Aspen! Oh nee, dat is gek al. Moet je hier eens kijken.
Heb je hier ook nog iets? En hier heb je een fatsoenlijke uitgang. Zit hier niet nog een crack junkie? Nee, dit is mooi. Kunnen we door. Oké. En of ik moet longen, Pik. En of ik moet longen. Op! En of ik moet longen, want anders kom ik niet boven. Het is gelijk een stuk warmer. En waar zijn we nou dan? Oh, kijk daar! Holy shit! Daar is een fort van de Belgen. Dames en heren, we zijn er. En kijk, ook een tank. We lopen door de tunnel. Kijk, voor jullie. Ook een tank, grap. Ja, we zijn in een tank. Alles hier. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald, dames en heren. Waar de fuck zijn we beland? Kijk daar ook allemaal maffies. Kan je hier niet wat vreten? Je moet je kijken waar we zijn. Gewoon voor jullie, hè. 2 kilometer door de tunnel gelopen. En nu zijn we hier bij een fort, bij een tank gewoon. Ja, maar dit is lijp, man. Dit is lijp, man. En we gaan er even naartoe lopen, maar we gaan even een weg zoeken hoe we daar fatsoenlijk kunnen komen. Zonder al die planten te slopen van al die mensen. Maar het is onkruid, dus we lopen er gewoon zwaar doorheen. Hé, hey, maar Dima! Vandaag ben ik hier aan het kijken naar de billen. Hallo mensen, we zijn nu aangekomen bij het fort. En wat er dus ook staat, dit fort had een van de betere geweren van België. En er zijn hier dus ook andere mensen die geïnteresseerd zijn in het fort, omdat het fort betere wapens had dan andere forten. En die mensen die willen dus ook wat weten over waarom dit fort dus betere wapens had. En daar zijn ze dus naar op zoek en dat kan je vinden op deze bord hier. Het staat hier ook en ze hadden hier ook zelfs een ziekenhuis, een heel groot ziekenhuis. En kijk, dat kan je hier ook verder zien. En hier is allemaal gangen. En er was ook in de omgeving bedroeg een combineerdheid van kanonnen aan wat 2000 kilogram. We zijn nou ingebroken in de bunker. En al over de boven. Ik ben er wakker. Volgens mij mogen we hier komen. Ik weet niet wat de fuck dit is. Idioten. Nou, we gaan verder. Ik ben een van de presentators van Urbex Birds en vandaag zijn wij in België voor jullie in Luik om te kijken naar de Tweede Wereldoorlog tunnel. En vandaag staan we hier eerst bij een tank, moet je even kijken. En we gaan door de tunnel lopen en kijken wat we gaan meemaken. Zien jullie dan. Ja. We gaan nog even een locatie voor jullie checken vandaag. Even chappen nog. Gaan we jullie zo ook even laten zien wat we gaan chappen, waar we gaan chappen. We gaan even wat zoeken. Ik heb wel gehoord dat er weinig tentjes zijn hier in België. Maar ze hebben wel gewoon Vlaamse frietjes bijvoorbeeld. En dat gaan we denk ik ook wel even een keertje proeven. Dus ja, dat gaan we doen en dat zien we jullie later weer. Net leek dit vaak, doe maar even. Ja, ik wacht wel even. Kan je erin? Kijk uit. Ja? Oké, snel. Doe die deur open, Dima. En hier ook.
Zo, het stinkt wel. Dit is echt zo lang dat ik weer ben. Kijk. Er liggen ook nog allemaal spullen, fietsen. Het is helemaal verrot op het plafond. Ik denk dat ik het kan werken. Spiegels. Het andere rommel. Dat er ligt niet zoveel bijzonders hier nog. We gaan verder, hè? We gaan verder. Het zijn wel mooie plaatjes. Nou ja, wat ligt hier? Eens even kijken. Nee, hier ligt de andere kant van de rommel. Volgens mij. Oh man. Zo, ik ga het hier geur van. Het is niet goed. Nou ja, hier ligt ook allemaal troep. Badkuip. Badkuip. Ik denk dat iedereen erin pist. Dus we gaan het gewoon even omhoog, denk ik. Zet gewoon even die wakker op zolder, broer. We gaan gewoon. Even kijken hoor. Zo, oh nee joh, dit is onze buurt. Nee joh, kan makkelijk. Allemaal spinnen, vliegen. Oh, het is hier ingestort, ouwe. Nee joh. Ja man. Ja man. Kijk dan. Nou man, nee man. Ja man. Het is maar een kleine tissue, kom. Het gaat niet allemaal voor mij staan joh, wat op man. Zo. Tissue. Daar moeten we heen. Er ligt daar allemaal dvd's. Hey, die zegt geld waard, man. Ga jij maar even lekker. Het is hier ingestort, ik ga er niet in. Hé, hey, grasmaaier. Ik moet hier kijken. Die jongen nog wel gewoon naar binnen drukken. Oh. Ja, vet. Nog meer spullen. Kijk, oh, een schilderij pik van Bernard. Nee, ik weet niet. Zo, die raam ook niet. Maar ja, dat is een kamer. Ja, kom even verder doen. Die zit op slot. Goed slot. Er is niks bijzonders. Er ligt echt een kloezoetje. En dvd's. Hier ook trouwens. Wow. Nee, dat is een daar ligt een kloes. Ja, daar in de hoek. Dat is geen kloes. Ja, die is open. Die is leeg. Ja, dan gaan we weer zien. Durf je op dat enge trappetje te gaan of niet? Nee man, kijk maar. Kijk dan, Fik. Ga maar. Ik ga hierin. Ik ga Milo in. Zo, holy shit. Holy shit, daar moet je niet gaan staan. Daar moet je niet gaan staan. Holy kijk, kom op de trap op. Nee, ga jij even doen man. Succes. Hier, moet ik check wel wel. No, deze staat wel helemaal bol. Ik zie het helemaal bewegen, ouwe. Echt? Ja, man. Zo! Nee, toch niet, hè? Nou, ik voelde hem ook inderdaad gewoon echt bewegen. Ja, ga jij... We gaan weg. Ja, hey, kijk. Die strap stort gewoon helemaal in. Ja. Yeah. Perfect. Ja. Yeah.
Ik ben een van de presentators van Urbex Radio. Je bent de broer. Ik ben een van de presentators van Urbex Birds en vandaag zijn wij bij de fucking... Eén seconde. Ik ben een van de presentators van Urbex Birds en vandaag zijn wij in België in Luik en we gaan kijken naar de Tweede Wereldoorlog tunnel. En er staan hier nu ook allemaal andere mensen om ons heen. En die ook geïnteresseerd zijn in het fort, omdat dit fort is. Had een van de betere geweren van België. Sorry.